Mijn naam is Christian van der Graag, ik ben uitvaartondernemer en ik heb in de coronatijd een nieuw uitvaartcentrum geopend hier in Vlaardingen. Ja, het was heel anders omdat we ineens te maken kregen met een beperkt aantal mensen wat aanwezig mocht zijn tijdens een uitvaart van hun geliefde. Dus wij moesten alle zeilen bijzetten om met veel creativiteit ervoor te zorgen dat mensen toch een waardig afscheid konden hebben. Maar ook dat mensen angstig waren geworden. Mensen durfden niet meer naar een plechtigheid te komen. Zeker niet als de overledene was overleden aan het coronavirus. Dat merkten we heel snel, dat zelfs als we 30 mensen uitnodigden, dat er minder dan 30 mensen kwamen. Omdat ze bang waren voor de gevolgen, voor hun eigen veiligheid. Mijn allereerste uitvaart in de coronatijd was er een vlak na de eerste persconferentie, waarbij er nog niet zeker was wat er mocht. En toen mochten we eigenlijk van de plek waar we naartoe gingen, het crematorium, mochten er maar 3 mensen van de familie aanwezig zijn. En dat was wel heel heftig en heel emotioneel. En dat was vooral heel moeilijk voor de familie, omdat het daarna vrij snel de regels aangepast werden, eigenlijk al een dag later. En toen werd het duidelijk dat er 30 mensen aanwezig mochten zijn. Dus dat was wel heel zuur en heel naar voor de familie om een bittere pil om te moeten slikken. Mensen waren in het begin heel teleurgesteld en verdrietig over dat ze maar een beperkt aantal mensen mochten ontvangen. Omdat het hun beperkte in wat ze eigenlijk zelf voor zich zagen bij een uitvaart. Maar wat we zagen gebeuren in die weken daarna is dat mensen, families... het omarmde en dachten van eigenlijk is het ook wel heel intiem en heel mooi met een klein gezelschap in plaats van met 120 mensen aan de koffie en de cake daarna. Maar juist met een klein gezelschap van mensen die dicht bij de overledene stonden op een goede manier en afscheid te nemen. Misschien op een iets dieper niveau. En daarbij kwam ook de creativiteit van mij en mijn collega's naar boven van hoe gaan we ermee om. En toen ontstonden er zaken zoals de drive-in uitvaart, condoleance. Dus dat we een overledene buiten plaatsten en dat mensen in een auto langs konden rijden om de familie te condoleren en de overledene een laatste groet te brengen. Maar ook bijvoorbeeld een walk-through condoleance, waarbij we mensen niet in de zaal lieten, het allemaal tegelijk, maar waar we mensen vroegen om één voor één in de zaal te komen, afscheid te nemen van de overledene, hem of haar een laatste groet te brengen. En dan weer via de andere kant van het gebouw het pand te verlaten. En we hadden natuurlijk ook de technische mogelijkheden, zoals een livestreaming op internet, waarbij mensen in konden loggen thuis en toch aanwezig konden zijn en konden kijken naar het afscheid. Nou, wat ik zelf heel moeilijk vond om te zien, was dat mensen die zo dicht bij elkaar stonden, elkaar niet konden troosten, elkaar niet konden vastpakken. En ik denk toch dat dat wel een van de allerbelangrijkste dingen is bij het verlies van een dierbare. Dat je elkaar kunt troosten, niet alleen met woorden, maar met een simpele arm op de schouder, om de schouder of elkaar even vastpakken. En daar moet je nu rekening mee houden. En ik zag kinderen worstelen met de afstand. Dat ze hun oma, die net haar man was verloren, niet konden troosten of vastpakken. Dat waren toch wel de moeilijkste dingen die ik heb gezien bij de uitvaarten die ik heb mogen verzorgen in de coronatijd. En ik hoop echt van harte dat we heel snel van die vervelende 1,5 meter afstandsregel afkomen. Zodat mensen elkaar weer kunnen vastpakken en troosten.